Welkom, dames en heren. Welkom, jongens en meisjes. En welkom aan mensen die misschien nog niet helemaal weten hoe ze juist willen genoemd worden. Welkom op onze Museum Talks versie 24 november 2021. Museum Talks, dat doen we hier in het Afrika Museum het hele najaar. En wel in het kader van de nieuwe tentoonstelling Mensentuin, koloniale tentoonstellingen wereldwijd. Deze expo focust op het fenomeen van mensen als levende tentoonstellingsobjecten en bevat uitzonderlijke beelden en documenten die soms nooit eerder werden vertoond. Sinds 9 november 2021 is de expo hier te zien in het Afrika Museum. En dat naar aanleiding van de koloniale tentoonstelling in 1897, nu 125 jaar geleden, die hier plaatsvond in Tervuren. En tevens ook de start vormde, de eerste steen, zeg maar, voor dit museum. Het museum nodigt bezoekers uit om na te denken over de impact van die zogenaamde mensentuinen. De aandacht gaat uit naar de Congolese namaakdorpen, die te zien waren hier in Tervuren, maar bijvoorbeeld ook tijdens de wereldtentoonstellingen in Antwerpen en Brussel. En ook naar andere mensentuinen die wereldwijd werden georganiseerd om personen uit alle werelddelen tentoon te stellen. Sommige van hen overleefden die reis en hun aanwezigheid in het Westen niet eens. Je kan zeggen dat deze tentoonstellingen zich bewogen tussen populair vermaak en wetenschappelijke fascinatie. Immers, meer dan 1,5 miljard toeschouwers wilden komen kijken naar wat toen werd beschouwd als de inferieure andere. Zo'n expo vandaag organiseren behoeft context en actualisering. Daarom vinden er dus maandelijks deze museumtalks plaats, broodnodige gesprekken over kolonisatie, decolonisatie, racisme en antiracisme. De museumtalk vandaag is een organisatie van het Afrika Museum en FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het steunpunt ziet immers meerstemmigheid en decolonisatie essentieel als urgente kwesties voor het hele erfgoedland. En stimuleert daarom cultureel erfgoedinstellingen om die meerstemmigheid op te nemen in hun DNA. Dat doen ze aan de hand van ervarings- en kennisuitwisseling, onderzoek, advies en begeleiding. Ik ben Jana Kermans en ik heb de eer om vanavond in gesprek te gaan met dokter Asfa Bijnaar. Mevrouw Bijnaar is Surinaams-Nederlandse, dokter in de sociologie en algemeen directeur bij Educatiestudio. Sinds 2021 is dokter Bijnaar ook directeur van de stichting Musea Bekennen Kleur. En die organisatie die onderzoekt welke stappen musea kunnen nemen om diversiteit en inclusie in de museale wereld te bevorderen. Mevrouw Bijnaar, ik mag Asfa zeggen. Ja, zeker. Heel erg welkom vanavond. Ja, dank je. Heel blij dat je er bent. Ik ben ook heel blij om jou in het echt te zien en niet via een computer. Voilà. Helaas moeten we de mensen uiteraard thuis nog wel binnentrekken of onszelf binnenkegelen bij hen. Ik ben heel erg benieuwd en ik val heel graag met de deur in huis. Maar op welke manier doe jij en doet Educatiestudio nu musea kleur bekennen? Ja, dat is echt een hele leuke en brede vraag, Jana. Ik wil zeggen dat ik alvast heel erg blij ben om hier te zijn. En ontzettend dankbaar ben voor de uitnodiging die ik van het museum heb gekregen om met jullie te praten over al deze onderwerpen. Hoe werken wij op dat musea kleur gaan bekennen? Nou, wij laten musea kleur bekennen aan de hand van, je kan eigenlijk zeggen dat de kern van kleur bekennen is, nee, laat ik het anders zeggen. We heten Musea Bekende Kleur. En wat doet Musea Bekende Kleur? Wij zijn verenigd, zeker zo'n 33 musea. Slaan de handen in één om te zeggen, wij willen nu duurzaam diversiteit en inclusie in onze sector verankeren. En dat op een duurzame manier, maar dat willen wij vooral samen doen met elkaar. Dus 33 musea, heel gevarieerd, over heel Nederland, die werken samen aan dit doel, Musea Bekende Kleur. Musea Bekende Kleur, dat is op dit moment een concept dat eigenlijk is ontstaan door 4 musea die het voortouw namen om deze doelstelling te organiseren, zeg maar. Centraal Museum, Frans Hals Museum, Van Abbe Museum en het Bonnefante Museum. En ik ben na een pitch, ik had een plan van aanpak gepitcht, ben ik dus gevraagd om het concept verder uit te werken en ook om het uit te voeren.
Ja. Wat doen we bij Musea Bekende Kleuren? Er zijn 33 musea bij ons aangesloten die allemaal graag heel veel diversiteit en inclusie willen onderstrepen. Dus hebben wij ook de tentoonstellingen van al deze musea, die laten wij zien in onze etalage. Het zijn tentoonstellingen die een aspect of aspecten van diversiteit behandelen. Dus die zijn allemaal te zien voor het volle publiek. En wij zorgen er ook voor dat dat goed wordt gemarket. We sturen er jonge vloggers op af, ook divers, die vanuit hun eigen visie kunnen vertellen wat ze van die tentoonstelling vinden. In een paar korte minuten, maar heel flitsend. We hebben een educatief lespakket gemaakt, omdat wij ook jongeren, groep 8, daar praten wij over 11, 12-jarigen van de basisschool. Wij willen hen al in contact brengen met de concepten diversiteit en inclusie. Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Hoe herken je dat? Hoe praat je er zelf over? Dus dat je dat ook verinnerlijkt. Maar ook, hoe herken je het in je omgeving? En wat gebeurt er eigenlijk in een museum als men het heeft over diversiteit? Het zijn keuzes die worden gemaakt. Op hoe worden die keuzes gemaakt? Op grond waarvan worden die keuzes gemaakt? Dus daarmee laten wij jongeren over nadenken in een uitgebreid lespakket. We hebben een internationaal symposium waarin wij ook nog met elkaar willen gaan praten. Hoe werk je toe naar een museumsector of naar een museum dat zo inclusief mogelijk is? Maar dat is pas veel later. Maar het hart van Musea Bekende Kleuren, Jana, dat zijn reflectiesessies. En dat is iets heel belangrijks. Er bestond in de museale wereld in Nederland eigenlijk nog geen intermuseaal platform om met elkaar het gesprek te voeren over diversiteit en inclusie. En wij hebben die sessies, dus echt voor de werknemers uit de musea, om in een veilige setting met procesbegeleiders het gesprek aan te gaan. Wat is de kleur die we eigenlijk vertegenwoordigen? Hoe ziet de kleur eruit? Hoe kunnen wij die veranderen? Wat is diversiteit voor het museum, maar ook voor ons? Als medewerker. Als medewerker. En dat gaat dan van publiekswerking tot onthaalmedewerkers, tot directie, hoop ik. Wij praten over de vier P's. Dus wij willen diversiteit verankeren in de vier P's. Programma, publiek, personeel, partners. Dus inderdaad moet de diversiteit in al deze sectoren moet dat uiteindelijk worden bewerkstelligd. Maar wij zetten in op bewustwording, het praten over diversiteit. En dan gaat het ook over, is er institutioneel racisme in de organisatie? Hoe gaan we daarmee om? Is er sprake van een privilege dat wij in stand houden voor ons soort mensen? Wat betekent dat? Dus wij praten vooral over ongemakkelijke onderwerpen. Ja. Hebben wij protocollen om inclusie en om inclusie te bevorderen en exclusie tegen te gaan? Maar ook, wat zegt onze website? Wanneer wij mooie teksten schrijven voor de website om publiek naar ons toe te lokken, zijn dat ook teksten die mensen vanuit een andere cultuur aanspreken. Dus ook het discours wordt onder de loep genomen. Ook het discours, maar ook bijvoorbeeld de tentoonstellingsteksten. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderwerp. Wie sluiten we uit? Welke woorden zijn toegankelijk en inclusief? Maar ook vacature teksten. Als wij een vacature uitschrijven en we zeggen we zoeken iemand die algemeen beschaafd Nederlands spreekt of iemand met hbo-denkniveau, wie sluit je dan eigenlijk uit met dat soort teksten? En daar gaan we dus diepgaand met elkaar over in gesprek, waardoor musea uiteindelijk zelf met elkaar praten, het gesprek voeren. En dat heeft eigenlijk een hele goede corrigerende werking op elkaar. Zelf corrigerende werking op elkaar. Dat is het allerbelangrijkste. Want zo kan het ook verder gaan dan het louter ondertekenen van een charter voor inclusie bijvoorbeeld. Klopt. Want daar blijft het soms bij. We zien, het blijft soms bij woorden, bij letters, zelfs niet inclusief taalgebruik op dat moment. Ja. En als ik het goed begrijp, gaan jullie dus al die geledingen af binnen een museum. Maar je neemt er ook al direct het publiek bij. Je laat jongeren reflecteren over wat ze zien. Ja, via het lespakket. Ja. Leren wij jongeren nu dat wat er in een museum gebeurt ook maar een keuze is. En, en dan kunnen zij zelf ook nadenken van wat zou ik zelf kiezen? Wat mis ik nu in een museum en wat zou ik doen? En je zegt iets heel goeds hier, Jana, want je hebt het erover. Het is meer dan een charter ondertekenen. Want de musea hebben natuurlijk ook een statement gemaakt. Dus nadat de reflectiesessies waren geweest, het waren zeker 7 sessies, heel intensief, sessies van 3 uur lang,
voelde men ook wel echt de urgentie om een statement te maken. Hè? En dat ook de wereld in te gooien van hier staan wij nu als het gaat over diversiteit en inclusie. En dit is wat wij gaan doen. Ja. Maar dan moet je het ook doen. Ja. Dus hebben zij inmiddels actieplannen geschreven. Dus elk museum heeft actieplannen geschreven hoe zij diversiteit en inclusie gaan bewerkstelligen op de 4 P's. Ja. En die actieplannen zijn gedeeld met elkaar. Okay. Dus de musea praten nu met elkaar, er zijn geen geheimen meer voor elkaar. Men doet aan kenniswisseling, kennisdeling, men betrekt elkaar bij alle aspecten van het proces. Men schrijft die plannen ook met de hele ploeg? Ja, men schrijft die plannen per museum en die worden eigenlijk met elkaar weer besproken, bekritiseerd. Waarbij we gaan praten over van waar zitten nou eigenlijk de moeilijkheden, waar heb ik nog hulp bij nodig. En met die plannen moeten musea het straks ook gaan doen. Ik hoor het graag. Ik denk dat het een lichtend voorbeeld kan zijn. Ja. Ik kijk ook naar onze eigen sector hier in Vlaanderen. Ja. Ik wil jou alvast heel erg bedanken voor zo'n initiatief. Maar dan, om even terug te komen naar waar we vandaag zijn, waar we hier zijn. Bekent het Afrika Museum vandaag kleur? Met de expo. Je hebt de expo gezien. Ja. Ja, de expo Zo Humain... Human Zoo, mensentuinen, bekent het museum vandaag ook kleur voor jou? Nou, ik wil het museum wel echt feliciteren, want ik vind het een hele moedige stap om dit onderwerp, dat eigenlijk het bestaansrecht van dit museum verklaart, en dat zij daar nu toch op zo'n manier afstand van durft te nemen en zegt van nou, ik laat het zien. En dit is het verhaal van ons hier in België, in Brussel. Dus dat vind ik echt op zich al een hele moeilijke stap. Moedige stap, sorry. Misschien ook moeilijk geweest. Ja, nou, in dat opzicht had ik het heel interessant gevonden om eens te spreken met de dames en heren die de tentoonstelling hebben samengesteld. Ja. En nou, het is een hele grote, rijk geïnformeerde tentoonstelling met ook ontzettend veel materiaal. Het is vooral echt een historisch document, zo zie ik het eigenlijk. En dat is natuurlijk ontzettend leerzaam. Ik denk wat ik wel wat miste in de tentoonstelling is misschien toch enige actualiteit. Van hoe kijken we hier eigenlijk nu op terug? Moeten we hier nemen we ook wat meer afstand van af. Ik vond eigenlijk dat er in de tentoonstelling iets meer afstand van kon worden genomen van deze, nou ja, toch een deels beschamende geschiedenis. Dus dat vond ik iets minder in terugkomen. Maar ook de meerstemmigheid. Hè. We wonen natuurlijk, niet we, want ik woon niet hier, maar er wonen inmiddels zoveel nieuwkomers, mensen van kleur, die al dan niet deze geschiedenis in zich dragen. En ik had het heel interessant gevonden als er via video's, wat tegenwoordig zo goed kan, dat er toch een reacties waren op wat er te zien is. Of een stuk persoonlijk verhaal. Of van mensen die juist ervoor opkomen om België beter te maken, inclusiever te maken, racisme aan de kaart te stellen. Discriminatie aan de kaak te stellen om ook die stemmen in deze tentoonstelling te horen. Dat had ik echt een hele mooie gevonden. En daarnaast, ik heb nog even gekeken naar het colofon, viel mij... Ik zag niet dat er een denktank betrokken is geweest. Dus wat je eigenlijk tegenwoordig in museumland ziet, en zeker in Nederland, is als er een tentoonstelling wordt gemaakt over zo'n gevoelig onderwerp, dat er eigenlijk een adviesraad zo breed en divers mogelijk wordt samengesteld om mee te denken op alle onderdelen van de tentoonstelling. Dus echt van het beginconcept, de inhoud, de vormgeving, maar ook meedenken over wat er wordt gezet. Maar ook over de teksten, de indeling, de vormgeving, ik noemde het al, partners die we kunnen betrekken, randprogramma's. Ik heb niet gezien dat er hier een denktank bij was, dus... nou, dat merk ik eigenlijk ook wel aan de tentoonstelling. Ja. Klopt, oké. Ja. Die zijn er zeker wat betreft de permanente tentoonstelling. Ik kan volgen dat dat hier minder duidelijk was. Ja. Je had het over een historisch document. Zit daar volgens u de sleutel, de crux in het decoloniseren, dat we wel erkennen wat er gebeurd is in een geschiedenis, maar dat we die ook absoluut moeten blijven betrekken op vandaag? Niet per se moeten gaan wegstoppen, wel erkennen, ja, maar vooral actualiseren. Ja, dat laatste vind ik echt heel erg belangrijk, ja. Het actualiseren. Hè? Want dan kan je er ook echt over praten. En ik denk als je meer mensen eigenaar maakt
van dit onderwerp, hè, zoals ik net noemde, een adviesraad die zo divers is opgesteld, die worden eigenaar van zo'n tentoonstelling, dan krijg je ook, denk ik, veel meer discussie. Hè, want dan verspreiden inzichten zich beter. Mm-hmm. Dan heb je niet alleen maar historische inzichten in een tentoonstelling, maar ook andere inzichten in een tentoonstelling uit andere disciplines. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dan kun je daar veel beter een debat over aanzwengelen. Mm-hmm. Omdat het toch al door veel meer mensen wordt gedragen. Dus dat zou ik... Er zijn wel twee kunstenaars die reacties hebben geformuleerd op de tentoonstelling. Ja. Je had daar natuurlijk ook de Mezungu Tribes, de vond ik zeer verrassende film van Teddy Manzina, die toch wel een soort actuele artistieke invalshoek binnenbrengt. Maar u had daar graag misschien nog meer stemmen van jongeren gehoord. Ja, van jongeren. Reflecties. Ja, ja van want jongeren. Daar komen we terug bij die jongeren van daarnet, hè, die ook een grote rol spelen bij Educatie Studio voor u. Ja. En u bent daar stilaan in gespecialiseerd. Hè. Ik las heel graag dat er heel wat educatieve pakketten zijn ontwikkeld vanuit jezelf, vanuit de studio rond slavernij, decolonisatie, maar ook Afrika vandaag. Ja. Waar die nieuwe media bijvoorbeeld een grote rol spelen. Ja. Waar je ook aan de slag gaat met podcasts en dergelijke. Ja. Hoe kan je ons iets meer vertellen van hoe kan je met die huidige middelen aan de slag om net een historisch verhaal toch ook wel bij die nieuwe generaties te brengen? Ja, kijk, wat ik doe bij Educatiestudio, ik vind het heel belangrijk om jongeren die ik bereik met mijn lesmateriaal, niet om ze te leren dat ze moeten denken, hoe ze moeten denken. Ik wil ze niet leren hoe ze moeten denken, maar ik wil ze leren dat ze moeten denken. Ja. En ik bespreek de geschiedenis vanuit hedendaagse objecten. Dus echt vanuit wat er in de samenleving speelt. En dan ga ik daar weer terug naar de geschiedenis. Ja. En dan laat ik ze daar zoveel mogelijk op reageren. Het is een gesprek. Ik ben niet aan het zenden. We hebben bijvoorbeeld de Gouden Koets in Nederland. Daar is jaarlijks dat de koninklijke familie die jaarlijks de koets gebruikt om erin te rijden. Om zich naar de Riddelzaal te vervoeren. Omdat daar dan Prinsjesdag is en de plannen van de huidige regering worden bekendgemaakt. Mm-hmm. En op die koets staat een paneel dat verwijst naar een koloniaal/slavernijverleden van Nederland en Indonesië. En daar zie je dan ook mensen op afgebeeld, al dan niet half naakt in een neerbuigende houding, knielend voor zeg maar een de soort vorst, witte maagd heilige koningin. Mm-hmm. Nou, dat zijn eigenlijk is een heel goed haakje om dat moment weer te gebruiken. Het is een sprookje. De koets rijdt uit en er staan mensen al uren te wachten om een glimp van de koets te zien met alle prinsessen erin. En dat is een heel interessant haakje om in de klassen met jongeren te bespreken. Maar er zit ook een vlek aan die koets vast. En wat vind je daarvan? En hoe zou jij die koets bijvoorbeeld nu willen zien? Als jij nu hoort wat er eigenlijk allemaal aan de grondslag is geweest om deze koets daar te hebben met het enorme vertoon. Maar natuurlijk ook de figuur Piet. Hè, we hebben vieren het Sinterklaasfeest groots in Nederland. Mm-hmm. De figuur Piet is jarenlang aan kritiek onderhevig geweest. En nog steeds zijn er over demonstraties, omdat in de grote steden de figuur Piet al wat, die is al iets inclusiever gemaakt, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar in een aantal steden daarbuiten nog lang niet. Dus de acties worden nog gevoerd. Maar dat feest is natuurlijk weer een heel haakje om het gesprek aan te gaan met de jongeren hierover. Dat is mijn manier om ze dus echt vanuit hedendaagse objecten, maar ik laat ze bijvoorbeeld ook in de stad zien. Wat zien we allemaal in de stad? Dat verwijst naar het slavernijverleden. We hebben bijvoorbeeld ook nog het Paleis op de Dam dat een slavernijverleden heeft. We hebben enorme panden met hun magazijnen, pakhuizen die een slavernijverleden hebben. En zo zijn er eigenlijk zoveel voorbeelden. Onze gerechten, hè, culinair, wat we allemaal eten aan exotische gerechten hebben de slavernijverleden. Mm-hmm. Suiker, cacao, nou pindakaas. Dat is mijn manier om het met de jongeren bewuster te maken van dit is je standplaats. Ja. Dus dat is uw manier om met die decolonisatie om te gaan? Mm-hmm. Het gaat niet over het wegsteken van collecties, van objecten die nog dagelijks worden gebruikt. Ja. Het gaat om het contextualiseren ervan. Precies. Hoe heeft u dat kunnen zien in deze expo? En bijvoorbeeld als we nu het concept mensentuinen nemen. Ja.
Wat zegt dat concept over vandaag? Hoe kunnen we met dit concept bijvoorbeeld aan de slag richting jongeren? Er wordt wel eens gezegd, die mensen tuinen, die zijn een deel, de origine van ja. racisme. Mensen tuinen, zoals ze hier worden beschreven, stonden wel degelijk, ja, werden geschraagd door wetenschappelijk onderzoek, noemde men dat toen, rond een rassenclassificatie. Mm-hmm. We kunnen dat eigenlijk wel zien als een soort basis van het racistisch denken. Ja. Hoe kan je daarmee aan de slag met dat concept mensentuin? Zie je daar zo'n haakje waar je het over had? Ja, is wel moeilijk, hè? Ja. Wat ik wel eens heb gedaan met jongeren is ze eigenlijk uitdagen, wat zou jij ervan vinden als jij nu in een tentoonstelling werd neergezet, puur op grond van je huidskleur en het feit dat je ander haar hebt dan wat je om je heen ziet. Hoe zou jij je voelen als jij in zo'n tentoonstelling zat en er komen mensen langs die hebben betaald om jou te zien en je moet je gedragen naar wat de curator heeft bedacht. Mm-hmm. En dat doe je. En zo zit je daar uren. Wat voel je dan? En zo ga ik dan dat bij iedereen aftasten, wat ze dan eigenlijk voelen. Mm-hmm. Kom je toch al uit, dat zeggen ze dan zelf, ik zal me schamen. Mm-hmm. Ik zou verdrietig worden, ik zal me eenzaam voelen. Je brengt ook daarmee een netwerk van emoties in kaart. Je brengt daarmee het netwerk van in. En daarmee heb je eigenlijk al alles gezegd. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk wat zo vreselijk is aan deze geschiedenis. Is dat mensen van vlees en bloed helemaal gedepersonaliseerd werden en tot object werden neergezet. En de gevoelens die daarbij gepaard gingen, die waren natuurlijk totaal niet belangrijk. Ik hoor u graag zeggen, die emoties, hebben emoties een plaats in een museum? Is dat iets dat u liever meer aan bod ziet komen? Mm-hmm. Moeten we daar meer oog voor hebben? Ja. Gaat het over die meerstemmigheid daarin ook? Ja, ik denk dat we daar veel meer oog voor moeten hebben. En daarom vind ik het eigenlijk ook zo belangrijk dat een museum werkt met een adviesraad. Ja. Want daar krijg je zoveel input uit. Hè, dan gaat het eigenlijk al heel snel over emoties. Ja. We maken in een tentoonstelling natuurlijk een onderwerp, een voorwerp, een tentoonstelling die wij aan de bezoekers willen laten zien. En we willen natuurlijk heel graag dat de bezoeker zich daarin herkent en er ook iets van leert en er ook iets van meekrijgt en het hem prikkelt om er verder over na te denken. En daar horen emoties bij. Mm-hmm. Dat is gewoon iets heel belangrijks. Dus ik vind het goed als musea daar gewoon veel meer op inzetten. Ja. Vindt u dat een vorm van, dit klinkt nu misschien wat, is dat voor jou een vorm van activisme? Wat je doet met het kleur bekennen, musea laten kleur bekennen. Ja. Is daar plaats voor activisme, ten eerste in musea? En is dat, ik ben heel benieuwd naar jouw insteek rond interessant. Activisme binnen deze context. De context waar we het ook over hebben, decolonisatie, antiracisme. Ja, maar weet je wat, Jana? Toen ik met musea bekennen kleur begon, toen ben ik natuurlijk bij al deze musea langs geweest om met hen te praten. Over het concept en over wat zij nou eigenlijk willen en wat ze nou eigenlijk willen. Hoe willen ze vooruitkomen? En dan heb ik een aantal vragen aan hen gesteld. Wat is jouw kleur? Wat is de kleur die je wil bekennen? Mm-hmm. Waarom wil je die kleur nu pas bekennen? En heb je het niet eerder bekend? Hoe ver wil je gaan om kleur te bekennen? En waarom kan je dat niet in je eentje? En heb je anderen nodig om kleur te bekennen? En uit al deze gesprekken, de meeste van deze gesprekken met deze medewerkers, dus ook wat staf en directie uit de musea, kwam eigenlijk heel scherp naar voren dat zij inmiddels zo geraakt waren door wat er in de samenleving gebeurde op het gebied van debatten. Mm-hmm. Debatten over de figuur Piet, debatten over racisme, nieuwe onderzoeken over discriminatie op de werkvloer en het onderwijs. Het debat over Piet heb ik dit al genoemd natuurlijk. Mm-hmm. Debat over de Gouden Koets. Debat over de Gouden Eeuw. Maar ook journalisten en columnisten die felle reacties schrijven op tentoonstellingen. Dat sommigen daar ook echt wel slapeloze nachten van krijgen. En achteraf zeggen van, oei, hebben we dat wel goed gedaan. Moeten we ook niet die mensen nu gaan betrekken bij onze tentoonstelling. Dus al deze debatten en al deze mensen die deze debatten zo sterk hebben aangezwengeld. Dat is intussen een hele
sterke groep, sleutelfiguur in de samenleving, jong, oud, zwart, wit, noem het maar op en alles daartussenin. Al deze mensen hebben er echt wel voor gezorgd dat wij nu heel anders gaan nadenken over wat wij presenteren in de musea, wat we presenteren in de literatuur, wat wij presenteren op het gebied van theater. Dus als je aan mij vraagt, ben ik ook enigszins activisme, is musea bekende kleur activisme, activistisch, het zit er helemaal niet los van. Wat er in de samenleving gebeurt, reflecteert zich in musea bekende kleur en vice versa. Het is een enorme wisselwerking. Ik hoor ook wel dat sommige mensen zeggen binnen musea bekende kleur, er moet nog een P bij. We hebben 4 P's, maar er moet een 5e P bij. De P van positionering. Jouw positie in de samenleving. Die je als museum inneemt. Yes. Ja. Yes. Daar wordt over nagedacht. Ja. Een 5e P, ja. Gaat u ze toepassen, de 5e P? Nou, wat ik zo fijn vind aan musea bekende kleur, ik vind het heel belangrijk dat ook zij zelf doen. Dat ze zelf gaan doen en handelen vanuit de dynamiek van het proces. Mm-hmm. We hebben de reflectiesessies, daar komt een bepaalde dynamiek uit. Men gaat erover praten, nadenken, wisselwerken. Is het goed, is het niet goed, kan het beter, waarom wel, waarom niet? Dus als er een 5e P komt, dan komt het daar vandaan. Ik leg dat niet op. Dat vind ik niet zo interessant om zelf op te leggen en te zeggen hoe je moet denken. Ik reik het aan. Ik zorg ervoor dat er een platform is om het te bespreken. Maar je moet er uiteindelijk zelf mee komen en er ook zelf mee aan de slag. Er zitten 33 musea in dat netwerk, mm-hmm. zei je. Ja, ja. Ik zie dat die heel divers zijn. Dat gaat van het Fotomuseum in Amsterdam over het Rijksmuseum. van Abbe, alle anderen. Te veel om op te sommen. Ja. Maar die uitdagingen per museum zijn natuurlijk ook wel heel verschillend. Ik kan me voorstellen dat die P van de positie die je inneemt, iets anders is voor een wereldmuseum het Nationaal Museum van Wereldculturen, moet ik nu zeggen, dan voor een fotomuseum. U gaat eigenlijk los van disciplines, van artistieke keuzes, gaat u hen daarover verenigen. Maar die positionering moet toch heel sterk verschillen. De uitdagingen zitten toch op, of een uitdaging voor het museum waar we vandaag zijn, zich ook wel ergens anders situeren dan... Ja. Een museum voor fotografie. Zeker, zeker. En dat is ook helemaal goed. Mm-hmm. Binnen Musea Bekende Kleur werken wij met diversiteit op maat. Mm-hmm. We hebben geen blauwdruk. We hebben ook geen definitie waarvan wij zeggen, dit is de definitie binnen Musea Bekende Kleur over diversiteit en inclusie. En daar moet je aan houden. Mm-hmm. Elk museum moet zijn eigen zoektocht maken over wat het voor hem of haar betekent om diverser te worden of welke P dan ook. En ook voor de P van positionering. Want je hebt bijvoorbeeld grotere musea in de grote randsteden. Maar je hebt ook kleinere musea. En die zeggen bijvoorbeeld van nou, ons publiek waar wij staan, dat zijn weer minder nieuwkomers. Dat zijn weer heel veel juist oudere mensen. Mm-hmm. Of misschien weer een heel andere doelgroep. En wij willen juist heel graag een connectie maken met die groep om meer van zichzelf in onze tentoonstelling te kunnen zien. Die ruimte is er. Ja, dus alle doelgroepen, gebaseerd op de context waar het museum zich in bevindt, kunnen daar een rol in spelen. Dat is echt een heel belangrijk. Ik denk dat het ook belangrijk is voor het bestaansrecht van zo'n museum. Ja. En je noemde net, Jana, dat wij nu al met 33 musea zijn. Mm-hmm. We hebben nog een wachtlijst van zeker 20 musea die zich heel graag nog bij ons willen aansluiten. En wat ik hiermee wil zeggen is dat er een enorme behoefte is onder de musea om met dit onderwerp aan de slag te gaan, met elkaar. Om te leren van elkaar, met elkaar. Ja. Maar vooral ook echt in actie te schieten. Ja, klopt. Dus los van het pure statement, er ook echt iets gaan doen. En vooral ook heel je personeelsploeg erbij te betrekken. Dat horen we heel graag. Aan de slag willen ze. Ja. Maar om het nog even te hebben over taalgebruik en discours, dat is een hele interessante. Ja. Heeft u de indruk dat het hele verhaal rond decoloniseren, als we het nu hebben over musea, over collecties, dat wordt gevoerd met de juiste mensen? Het neigt soms naar symbooldossiers. Hè. Het staat precies ook soms ver weg van... Hoe heet die dossiers?
een symbooldossier, ja, om het zo te zeggen. Decolonisatie als een soort intellectuele discussie, okay, die zich op het niveau van curatoren speelt, maar ja, natuurlijk ook de betrokken diaspora, maar ja, en ook betrokken mensen, hopelijk genoeg klankbordgroepen. Maar voeren we dat ook echt wel met de mensen op de straat? Heeft u... In Vlaanderen heb ik persoonlijk soms de indruk dat het nog wat opgesloten blijft, ja, in een intellectueel gesprek. Ja, klopt. Wat op zich niet zo inclusief is. Nee. Hoe kunnen we dat aanpakken? Ja, die indruk heb ik ook. Laat me voor de Nederlandse situatie spreken. Ja. Hè? Dus je ziet eigenlijk dat het debat daar ook veel meer is opengebroken. Oké. Okay. En ik denk dat het ook te maken heeft met dat er onder de wetenschappers die deze geschiedenis onderzoeken, dat er ook veel meer personen van kleur zijn. Ja. En ik heb het idee dat dat hier nog niet zo is. Veel minder is. He, dus dat er historici, bijvoorbeeld met een Congolese achtergrond, onderzoek doen en daar ook breed over publiceren op academisch niveau. Ik heb het idee dat dat nog niet zo is hier. Minder sterk is. Ja. Mm-hmm. Dat is een groot verschil met wat er in Nederland gebeurt. Je ziet daarnaast ook nog dat bijvoorbeeld in de museumsector, dat, hoe zal ik het even uitleggen? Dus dat er eigenlijk in sommige musea worden er ook pogingen ondernomen om niet alleen maar het curatorenteam of het onderzoeksteam in te wijden over de tentoonstelling die in de maak is, maar dat bijvoorbeeld ook de beveiligers, mm-hmm, kantinepersoneel, ook wordt meegenomen in het hele proces over denken, informeren. En daardoor krijg je natuurlijk al een veel breder draagvlak over het onderwerp. Ik denk ook dat wat je in Nederland hebt, is dat er natuurlijk ook veel meer wordt gepubliceerd, veel meer wordt geschreven door nieuwkomers, ook op het gebied van literatuur, theater, kunst. Maar ik denk vooral het onderdeel wetenschap, dat dat een stukje sterker is dan hier in België vooralsnog. Duidt dat op een verschil van omgang met ons koloniaal verleden? Heeft u de bronnen om te kunnen nadenken over of er een verschil speelt tussen de Nederlandse omgang met het koloniaal verleden en de Belgische, of Vlaamse, Belgische moet ik zeggen? Ja. Kan je dat pinpointen? Dat is een moeilijke vraag. Ja, of dat is een ander gesprek? Dat weet ik niet. Kijk, ik denk dat in beide landen is er natuurlijk wel, het is gewoon een beschamend onderwerp, hè? Dat sowieso. Mm-hmm. En ik denk dat er hier veel meer terughoudendheid is om erover te praten. Ik weet niet of dat misschien ook te maken heeft. Kijk, in Nederland staat men het zich ook graag op voor dat we tolerant zijn. We zijn een tolerant land, er zijn geen taboes en we willen over alles praten. En ik denk dat die houding maakt dat er al veel sneller over ingewikkelde, moeilijke onderwerpen worden gesproken. Ik zeg niet dat het altijd heel smooth gaat, hoor, mm-hmm, en dat het niet altijd wordt nooit wordt gebagatelliseerd. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het een soort van mentaliteitsverschil is, een cultuurverschil is van, wij zijn toch leidend, we zijn, mm-hmm, tolerant, we zijn modern. En dat er vanuit dat zelfbeeld al veel meer over dit soort gevoelige onderwerpen samen wordt gesproken. Ja. En volgens mij zit dat hier iets anders. Heeft dat te maken, is er meer onderzoek verricht? Zijn er meer bronnen? Zijn er meer wetenschappers van, ja, zeker, de origine? Ja, ja, ja. Wat ik al noemde. Vanuit hun eigen onderwerpen of hun, ja, eigen afkomst die, ja, die zich daarmee hebben beziggehouden. Ja, zeker. Ja. Zeker, veel meer. Dat vraagt om, veel, ja, dat is interessant om mee te nemen. Ik, ja, denk dat we daar zeker, ja, verder over moeten nadenken. In eigen boezem kijken, maar ook iets moeten onderzoeken wat er al wel hier gebeurt. Er komen een paar vragen binnen van het publiek. Leuk. Ja, en ik ga die even voor u proberen samen te vatten. Ik ga, ja, kijken. Die vraag heeft, het is eigenlijk een vraag in drie delen, die te maken heeft met uw opmerking over de afwezigheid van zo'n klankbordgroep, noem het begeleidingscomité, voor die expo. Men vraagt, er is publiekswerking, er zijn wetenschappelijke commissarissen, er zijn mensen bezig met het programma waar wij nu onderdeel van zijn, uit te bouwen. Beantwoord dat niet aan de vraag van een adviesraad? Of moet die veel meer in het veld staan? Ja, zeker. Ja. Ik denk die adviesraad moet ook uit het veld komen. Ja. Dat is eigenlijk wat ik bedoelde. Of zou u daar dan al jongeren tussen gooien? Ja, natuurlijk. Andere media? Zo divers mogelijk. Ja. Ik zit in adviesraden van verschillende tentoonstellingen en er zitten daar niet alleen wetenschappers in.
Er zitten ook columnisten in, er zitten radiomakers in, er zitten kunstenaars in, er zitten erfgoedprofessionals in, er zitten onderwijzers in, journalisten zitten erin. Zou dat dan met een open oproep werken? Want op zich is zo'n netwerk, orgaan netwerk, ook wel... Netwerk, 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 ja. netwerk. Een museum moet werken aan haar netwerk. Ja. En niet alleen maar het netwerk van de bekenden die ze eigenlijk al kennen en waarmee ze al heel lang mee werken. Ze moeten echt heel veel investeren in het aanboren van een nieuw netwerk. Het netwerk dat uit de samenleving komt. Met sleutelfiguren uit de samenleving. Jongeren die met radioprogramma's bezig zijn. Jongeren die films maken. Jongeren die hele nieuwe archieven opzetten. Zoals je de Black Archives hebt in Nederland. Jongeren die lezingencyclus en hele paneldiscussies organiseren. Met die mensen moet je samenwerken. Jongeren die galleries opzetten om kunst te laten zien van de eigen mensen. Omdat die kunst anders verder nooit te zien is. Ja. Dus musea moeten zich ontzettend inzetten om die doelgroepen aan zich te verbinden. Mm-hmm. En dan krijg je een groter netwerk voor. En dat doe je niet eventjes zo. Dan moet je echt investeren. Dan moet je het echt is een traject. Ja, het vergt wat werk. Het vergt heel wat werk. Ja. Het is bij het herdenken van dit museum is dat wel gebeurd. Maar dat leidt dan ook soms tot zeer, zeer moeilijke participatieve processen. Ja. Als je daar elke kritische stem bij wil betrekken. Soms gaat het ook over keuzes maken. Ja. Er komt een vraag binnen waarin men vraagt hoe kan een instituut zoals dit museum beter samenwerken met bijvoorbeeld activisten die zeggen we breken de boel af. Dit museum moet er niet meer zijn. Ja. Wij zien dat liever afgebroken. Jij zou ervoor pleiten om ook met die mensen aan tafel te gaan. Ja, dan heeft het museum toch te lang gewacht. Je voelt hem aankomen. Ik voel hem aankomen, maar maak hem af. Trap dan hem heeft binnen. Het museum toch te lang gewacht om samen te werken en draagvlak te zoeken bij sleutelfiguren. Toch iets te lang gewacht. En ik zou echt willen vragen om altijd het gesprek te blijven voeren. Ja. Altijd en ook mede-eigenaar maken. Kijk, die denktanks en die draagvlakgroepen, die begeleidingscommissies waar ik het net over had, die je als museum moet werven. Mm-hmm. Dat is nog niet zo gemakkelijk gemanaged. Want er zitten natuurlijk verschillende mensen in met verschillende ideeën. Ja. En er zijn gesprekken die niet altijd zo fijn zijn. Het zijn ook soms echt moeilijke, stevige, harde discussies waarbij een museum ook behoorlijk moet slikken. Als je daar met al die andere nieuwe mensen zit uit de samenleving die van alles en nog wat aanzwengelen. Maar dat moet je gewoon kunnen en dat moet je gewoon doen. En daar moet je echt voor gaan. Want anders verandert er gewoon te weinig in je museum. Maar ook in de samenleving en ook in de discours. En daar schiet je als museum uiteindelijk heel weinig mee op. Ja. Hoe ver hoef je te gaan, vraagt iemand uit het publiek, om officiële excuses aan te bieden. We hadden het over de mensentuin. Hè. We hadden het ook in ons voorgesprek over hoe we geschrokken zijn van het verhaal dat hier letterlijk 200 Congolezen zijn tentoongesteld in de tuin van het museum. Zeven van die mensen hebben ook dat verblijf niet overleefd. Ze zijn hier overleden, zijn hier ook begraven in Ter Vuren. Moet je als museum officiële excuses aanbieden? Of is dat iets voor de politiek? Mm-hmm. Is dat een politieke daad? Ja. En welke stelling kan je nemen als museum daarin? Ja. Ik weet dat het geen eenvoudige vraag is. Nee, het is geen eenvoudige vraag. Maar het is ik vind ook geen het wel... vraag die één antwoord misschien hoeft te krijgen, maar ik ben benieuwd naar u. Ja, nou, ik vind het wel een morele verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om te zeggen, sorry, maar dit was verschrikkelijk. Voor alle betrokkenen een morele verantwoordelijkheid om dat te zeggen. Het hoort bij een beschaafd land om daar ook jaren na dato daar toch je verantwoordelijkheid voor te nemen. En om daar excuses voor aan te bieden. Want het is gewoon een afschuwelijke, menselijke, onmenselijke daad. Ja. Dus ik zou zeggen, alle betrokkenen, die horen dat te doen. Ja, dat kan ook de politiek zijn, dat is ook een museum. Ja, dat zijn ook de instituties die de andere instituten in stand hielden. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Restitutie is ook een heel hot item binnen het hele decolonisatieproces. Het teruggeven of vergoeden van bijvoorbeeld geroofde kunst in de context van deze tentoonstelling.
gaat het zelfs over het terugbrengen van de resten van overledenen. Ja. Het gaat echt op die manier heel ver, niet enkel over objecten. Geloof je dat een museum als het Afrika Museum ook daarin een voortrekkersrol kan, moet spelen? En hoe zit dat in Nederland? Ja. Hoe proactief gaat men daar vanuit dat netwerk bijvoorbeeld mee om? Ja. Nou, ik vind eerlijk gezegd dat ook dit museum hier een rol in moet spelen. Ja. Uiteraard, hè, want de collectie getuigt ervan. Ja. Dat is sowieso één. En ik zou het museum ook aanraden, trek gezamenlijk op. En ik zou dit museum ook aanraden, voer het gesprek met de herkomstlanden, met de musea uit de herkomstlanden. Mm-hmm. Ga het gesprek ook met hen aan. Ik zou het museum ook willen aanraden, voer ook het gesprek met de politiek. Dat is natuurlijk, want vaak zitten de belangen toch niet helemaal op één lijn. Ja. En binnen Musea Bekende Kleuren is het onderwerp niet zo letterlijk aan de orde geweest. Maar in Nederland is men natuurlijk al veel verder in de discussie. En er zijn natuurlijk al een behoorlijk stevig advies van een door de regering benoemde commissie om die gewoon zegt, het moet teruggegeven worden. Daar is die keuze gemaakt. Ja, daar is die keuze gemaakt. En natuurlijk hoe je dat uitvoert, dat is nog niet zo gemakkelijk. Ja. Maar die keuze is daar al gemaakt, ja. Hier werd ook deze week nog het rapport van de commissie rond het koloniaal verleden van Congo voorgesteld in het parlement. Dat is een rapport dat meer dan 700 bladzijden telt. Ik kom even terug bij mijn idee van ja, hoe ga je zorgen dat het niet alleen een highbrow discussie blijft. Hoe breng je de inhoud van dergelijke rapporten tot bij een publiek? En dan geeft de persoon die deze vraag stelt eigenlijk al een stukje van de oplossing. Ja. Moet er ook een Belgische educatiestudio komen? Nou, om te beginnen, dat is leuk, heel leuk dat laatste. Nou, een rapport van 600 pagina's. Ik zie dat helemaal voor 700. Me. 700 ambtelijke taal. Ik vermoed van wel. Ik heb het zelf nog niet gelezen. Ambtelijke taal, gemengd met wetenschappelijke taal, met heel veel bronnen. Nou, probeer daar maar eens een goede synopsis van te maken. En dan is de vraag die mij boeit, met wie heeft deze commissie samengewerkt om dit rapport op te stellen? Is er een brede groep geweest uit de samenleving, hè, van al die gremia die ik net noemde, die heeft meegedacht aan dit advies? Dat is alvast geprobeerd. Geprobeerd. Maar ik heb niet het volledige antwoord zelf voor u daarop. Ja. Dat kunnen we wel zijn. Maar ik denk dat daar echt een deel van de oplossing zit. Een deel van het probleem en een deel van de oplossing. Dat als je zulke adviesrapporten maakt, dan moet je dat echt heel breed uitzetten. Ja. Dat is echt heel belangrijk. En dan kom je ook draagvlak, oplossingen, meer stemmigheid is natuurlijk ook een heel belangrijk in zulke rapporten. Dus ik denk dat dit gewoon heel moeilijk uit te voeren is op deze manier. Ja. Om dit bij het publiek te brengen, de inhoud van zo'n rapport. Ja. Okay. Ik ken zelf ook het antwoord op dit moment nog niet, maar we moeten ermee aan de slag. Maar ik kom toch heel graag terug op die Belgische educatiestudio. Oh ja. Oh. Er is zeker een rol die er ook ligt voor het steunpunt. We zitten hier ook mede in organisatie. Ja. Door FARO, het steunpunt voor onze cultureel erfgoedinstellingen in Vlaanderen. Mm-hmm. Het Congo-rapport gaat natuurlijk over een heel Belgisch verhaal. Dus ja. Dat geldt voor het hele land. Maar ik denk dat we vooral moeten meenemen dat er zoiets bestaat als een educatiestudio. Mm-hmm. Dat het niet gaat over het ondertekenen van een inclusiecharter. Nee. Dat het gaat over actie ondernemen en leren van elkaar. Ja. Ik denk dat wij vandaag al heel veel van u hebben geleerd. We nemen ook heel graag de adviezen mee. Ik denk dat het heel leerzaam is voor de hele museumploeg. Ook voor het steunpunt. Zelfs voor de commissie. Hè. Daar gaan we dadelijk eens naar kijken hoe zij aan de slag zijn gegaan. Om dat van u te horen. En wij moeten stilaan gaan afronden. Dus ik wil jou heel veel succes wensen met het laten kleur bekennen door al die musea. Met educatiestudio, met uw eigen onderzoek. Ik wil u bedanken voor de contextualisering. En uw toch wel niet aflatende activisme. Ik heb het toch graag zo gezegd. Dank u wel daarvoor. Heel bedankt. Heel belangrijk, Mensentuin, Zo U Mijn, Human Zoo, is nog te zien tot 6 maart 2022 in het Afrika Museum. Kom zelf kijken, kom zelf nadenken wat het vandaag betekent, hoe het nog beter kan.
En ik mag ook aankondigen dat de volgende museumtalk zeer relevant is, te maken heeft met ons gesprek. Die gaat eigenlijk over de benadering van een groot onderdeel van ons immaterieel erfgoed, zowel in Nederland als Vlaanderen, zijnde de evolutie van het Sinterklaasfeest en die figuren van Piet. We doen dat op 1 december met Lise Koning, Stijn Konings en Stella Nyanchama Okemba en moderator Anouk Tourbijns. Ik hoop je ook heel graag gauw terug te zien. Asfa, heel erg bedankt. Dank je ook aan Faro en uiteraard het Afrika Museum en Nadia en Saïd voor vanavond. Bedankt. Dank je.